kampioen! Voor het eerst sinds 22 jaar is Urk kampioen in de hoofdklasse. Nog één keer juichen. Wij leven al een week op een wolk. We hebben geld opgehaald, dat is bijna schandalig. We hebben dankzij de brulboei, we hebben dankzij de BCU, we hebben dankzij het bestuur, maar zeker ook dankzij de gemeente Urk. Ik denk voor iedereen het mooiste moment dat we onze voetbalcarrière mogen beleven. En als het publiek een klein beetje helpt, wil ik dus een heel dankbaar applaus voor de burgemeester en het voltallige gemeentebestuur. Burgemeester, waarom is dit belangrijk voor een dorp? Urk viert graag zijn feesten. Voor het eerst in 22 jaar zijn wij kampioen. Kampioen in de hoofdklasse. En dat hebben we gedaan zonder één betaalde speler. Dat moet je vieren. Dan wordt het gevierd en hoe, hè? Ja, het wordt hier fantastisch gevierd. Die mensen, ja, alsof ze nooit anders doen, zou je haast denken. Maar echt, ze hebben laten zien dat een kampioen een feest waard is. En dat een kampioen een felicitatie waard is. Mooi gedaan. Bent u zelf een beetje een voetbalfan? Ik ben uiteraard Urk-fan. Ik heb ook veel wedstrijden bij hem bezocht. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik kan er zelf helemaal niets van. Dus ik kijk alleen maar vol ontzag naar hoe zij dat spel spelen. Ze gaan nu de derde divisie in. Gaat u vaker kijken? Wordt het dan interessanter? Als burgemeester moet je er sowieso altijd naartoe. Of ze nu in de laagste klasse spelen of in de hoogste divisie, dat maakt niet uit. Als burgemeester moet je daar zijn. Jij bent er eentje voor jouw inwoners. Dus ook voor degene die voetballen. En zeker degene die kampioen worden. Zo lang bent u nog niet burgemeester op Urk. Had u dit verwacht dat ze zo een feestje konden vieren? Ja, ik val met mijn neus in de boter. Dit had ik niet verwacht. Anderhalf jaar burgemeester. En dan worden ze kampioen voor het eerst sinds 22 jaar. Dat is niet veel burgemeesters gegund op Urk. En mij wel. Ik ben trots. Geniet ervan. Dankjewel.